De inschrijving voor de Zuiderzee-rally in en rond Emmeloord is gesloten. Als je je nu nog op wil geven, dan ben je te laat. Ton Kamer uit Emmeloord en Fred Meijer uit Lelystad, die hebben zich wel ingeschreven. En ze doen dus volgende week mee aan de Zuiderzee-rally. Ja, inderdaad. We hebben alles weer klaargekregen, dus we hebben er zin in. Ja, was het toch nog even een strijd om alles weer rond te krijgen? Ja, dat is het altijd. Even spannend. De winterdag alles weer even goed nalopen. En zorgen dat het weer klaar staat. Voor Zandvoort zijn we mee begonnen. 24 februari. Dus altijd weer even spannend. Ja. Je bent Emmeloorder. Is dit nou ja, echt een thuiswedstrijd voor je? Ja, dat is het natuurlijk. Maar voelt dat ook zo? Ja, dat voelt wel zo. Dat is wel, je kent het gebied heel goed. Dus dat heeft toch wel wat voordelen. Zeker de avondproef. Industrieterrein Nagelenweg. Ja, dat is wel echt ja, thuisfront, zeg maar. Emmeloord is absoluut een thuiswedstrijd. Want zoals de meesten wel weten heb ik een autorijschool. En, wij lessen daar in Emmeloord, dus de Nagelenweg kennen we op ons duimpje. Ja, maar je gaat dan die proeven ook een beetje rijden misschien? Nou ja, ik rij elke dag op de Nagelenweg proef, zeg maar. Dus ja, ik moet wel, want dat is ook het lesgebied. Dus een beetje profijt van hebben, dat wel. Ja. Ja, dus. Ja, wat zijn daar de moeilijke punten dan in een rallyauto? Want dat is toch anders dan een lesauto. Ja, je gaat natuurlijk een stuk harder. Je moet op noods toch gaan werken, omdat het een stuk harder gaat. Je moet de navigator echt vertrouwen. En zeker nu, ik moet weer wennen. En, dan is het toch iets anders dan in de lesauto. De Zuiderzee Rally wordt volgende week zaterdag gehouden in en rond Emmeloord.